En daar zit nu iemand te denken, oh god. Hij gaat natuurlijk die brug slaan tussen de zwangere vrouw die klem komt te zitten in de draaideur en mij. Maar nee, Big B, ja. Zo voorspelbaar ben ik helemaal niet. Oh. Nee. Hi. Ja, wat een nette jongen. Hi. Hi, goedemiddag. Waar ben je onderweg naartoe, Big B? Nou, ik ben al gearriveerd en ik ben aangekomen in Amsterdam. En daar ben ik op zoek bij Caspar. In Amsterdam Zuidoost, om precies te zijn, Barend. Dat is nog veel riskanter dan gewoon Amsterdam. Oké, okay, ja, maar oh god, wordt mijn auto gejat ondertussen? Ik denk dat hij al weg is op dit moment. Echt. Oh, verdorie. Waar ben ik hier vandaag? Je staat in Amsterdam Zuidoost, inderdaad. Op de derde verdieping van Villa Arena. Bij een niet nader te noemen woonfabriek. En ik zal niet zeggen dat dat de naam is. Maar daar sta je. Oh, en is dit met exclusieve producten of is dit meer een gewoon mall? Dit is een soort bedrijf waar zo'n 80 exposanten hun producten slijten. Dus dat zijn er nogal wat. Dus diversiteit is hier het credo, zeg maar. Absoluut. Ah, lekker. Hier ook trouwens. Nou, kunnen wij zo meteen... Ja, kunnen wij zo meteen even lekker hier op de bank ploffen en dan naar een plaatje luisteren. Welk plaatje kunnen we voor je draaien? Nou, ik zat te denken aan iets van Chicago. Vind je dat een goed plan of niet? Ja, dat lijkt me prima. Ja, precies. Nou, met welke plaat van Chicago ga je me aan het lachen brengen? Make Me Smile. Ah, hartstikke lekker. Ach, kijk, dat is handig. Hier is Chicago, Make Me Smile.